mensen, René. Dat is een goede halve meter. 1,30 cm. Je moet nog 1,8 cm. Ja, ik kan natuurlijk ook op laten komen dat je de boven hebt het voortdraait. Ik denk dat het handig is. Geef al je handen even. Boven. Ja, dat is langzaam op. Ja, in februari 2001 werd gestart met een niet-alledaagse klus. Het plaatsen van een antennemast ten behoeve van nieuwe radiofrequenties en digitale televisie op de KPN-toren aan de Witte Kruislaan in Hilversum. Om alle onderdelen van deze 40 meter hoge mast veilig naar boven te krijgen, was bij de firma Frans Bracht uit het Duitse Erwitte een 400 ton Gottwald AK450 mobiele kraan ingehuurd. Dit was, gezien de beperkte ruimte rond de toren, de grootste die gebruikt kon worden. Aangezien de Gottwald vanwege dit ruimtegebrek maar op één plaats zijn stempels kon planten, was er voor de nodige stabiliteit maar liefst 187 ton ballast nodig. Niet zomaar een kraanwagen, maar een imposante stoet van 13 materiaalwagens. Een combinatie van Scheuerles, Notenbooms en Goldhovers, waarvan de zwaarste lading 72 ton bedroeg. Na 2,5 dag bouwen was de kraan klaar om de antennes naar een hoogte van 175 meter te hijsen. Maar dat de weersomstandigheden het werken met een dergelijke kraan behoorlijk kunnen beïnvloeden, zal niemand vreemd in de oren klinken. Ondanks het feit dat de antenneonderdelen er op de grond tamelijk onschuldig uitzien, kunnen ze op grote hoogte voor behoorlijke problemen zorgen. Vandaar dat vanwege deze grote hoogte er alleen maar gehesen mag worden bij windsnelheden beneden de 5 meter per seconde, ongeveer windkracht 3. Een constante registratie van de windrichting en kracht is daarom onontbeerlijk. Na ruim 5 maanden vertraging met de nodige juridische procedures hervat Nozema de bouwwerkzaamheden op de toren in Hilversum. De huidige antennemast biedt niet voldoende ruimte aan de antennes die nodig zijn voor de uitzending van digitale televisie. Nou ja, laat hem er maar in rijden en dan moet ik kijken of hij moet wel goed wegvallen uiteraard. Hè? Zoals wij hem net gewogen hebben, ging hij helemaal recht. Oké. Deze mast wordt vervangen door een nieuwe 42 meter lange stalen vakwerkmast. Hiermee komt de totale hoogte van de toren, inclusief antennes, op 196 meter. Een enorme hijskraan met een hijshoogte van 170 meter hijst de onderste mastdelen op de toren. Daarna worden met behulp van een hulpmast de bovenste mastdelen en de zendantennes op hun plaats gehesen en gemonteerd. Ligt hij goed? Ja, we moeten morgen toch weer opbeuren en een beetje sturen. De mast in Hilversum maakt deel uit van het zendernet dat nodig is voor de introductie van de eerste fase van digitale televisie in Nederland.
DVB-T, Digital Video Broadcasting Terrestrial, is een nieuwe digitale technologie voor het uitzenden van televisiesignalen via de ether. In het najaar van 1998 is DVB-T met succes geïntroduceerd in Groot-Brittannië. Eind 1999 vond de introductie plaats in Zweden. In een groot aantal landen, zowel binnen Europa als daarbuiten, bereidt men de invoering van DVB-T op korte termijn voor. In Nederland is hiervoor Digitenne Holding BV opgericht. De deelnemende partijen zijn KPN Telecom, NOB, Nozema, NOS, HMG, SBS, Canal Plus, Kindernet, Turner Broadcasting, TMF, MTV en Fox. DVB-T biedt de consument een aantal nieuwe gebruiksmogelijkheden. De belangrijkste voordelen zijn portable mobiele ontvangst, groot gebruiksgemak, interactiviteit, informatiediensten en aanzienlijk meer televisiekanalen. Bovendien is de beeld- en geluidskwaliteit beter. De consument in Nederland zal met DVB-T via een simpele sprietantenne in huis circa 25 televisiezenders en 15 radiozenders in cd-kwaliteit kunnen ontvangen. DVB-T kan dan ook worden beschouwd als een alternatief voor de kabel, waarmee de monopoliepositie van de kabel kan worden doorbroken. Als platform voor multimediadiensten biedt het een laagdrempelige toegang tot de elektronische snelweg voor een breed publiek. Digitenne wil digitale ethertelevisie in maart 2002 introduceren in het gebied Haarlem, Amsterdam, Hilversum, Almere, de zogenaamde eerste fase. Deze introductiedatum is afhankelijk van de vergunningverlening. Nozema is in begin 2000 gestart met de bouw van het DVB-T-netwerk voor de eerste fase en de organisatie Digitenne wordt inmiddels in Hilversum en Amsterdam uitgebouwd. De introductie in de rest van de Randstad, fase 2, is gepland eind derde kwartaal 2002. Digitenne streeft ernaar om in 2003 het netwerk te hebben uitgebreid tot de rest van Nederland, fase 3. Dit is echter pas mogelijk na uitschakeling van de huidige analoge ethertelevisie. Met de bouw van de nieuwe mast is een bedrag van ongeveer een half miljoen euro gemoeid. De mast in Hilversum maakt deel uit van het zendernet dat nodig is voor de introductie van de eerste fase van digitale televisie in Nederland. Het plaatsen van de mast en het ontwerpen en bouwen van het antennesysteem heeft 10 maanden in beslag genomen. Heb je boutjes meegenomen, Chris? Want ze zitten hier toevallig. Oh nee, is goed. Want ze zitten hier toevallig niet in. Ja, en daar beneden moet ook nog even zitten. Ja, dat zeg ik je. De oude mast op de top van de telecommunicatietoren in het Hilversumse Mediapark was te klein en had onvoldoende ruimte voor de uitbreidingsplannen van de Nozema. Nu zitten we met die hijsmast dan natuurlijk. Kom nog over, Chris, hè? Nog een stukje omhoog, Albert. Oh, stop maar. Ik houden, hè? Ik hou hem even zo. De bouw van de mast en het plaatsen van de antennes is in opdracht van Nozema uitgevoerd door KPN. De operators Nozema en Broadcast Partners hebben afspraken gemaakt over het delen van antennes en masten. Dankzij deze afspraken kan het aantal masten voor het uitzenden van radio en televisie sterk worden beperkt. De
De mast en de antennes worden gebouwd door de ploeg van KPN Netwerkbouw uit Kootwijk. Het spreekt voor zich dat de veiligheid bij hen voor alles gaat. Nou, de veiligheidseisen die wij in ogenschouw moeten nemen, zijn de veiligheidseisen die als antennebouwer alle dagen in ogenschouw moet nemen. Dat betekent dat je alle dagen aangeleid zit aan je rolmax, die als het ware je tweede veiligheid is. Met die rolmax krijg je dus arbeidsruimte. Je kunt heen en weer lopen terwijl je aangeleid zit. Je haakt deze haak ergens aan en dan kun je op het bordes of in de mast heen en weer lopen waar je wilt. Je kunt nu vrij bewegen 3 meter lang. En mocht je vallen, dan hang je, net als bij een autogordel, hang je in één keer vast. Je kunt hooguit 10 centimeter vallen. En voor de rest heb je dan een werktouw, een positioneringstouw, die je op de plaats slaat waar je denkt te gaan werken. Hier vasthaakt en dan kun je hangen en dan heb je 2 handen om mee te werken, de 2 handen die de baas van je verlangt. Ik doe dit werk omdat ik het werk leuk vind. Ik doe het nu 2 jaar en het bevalt me nog steeds prima. Je moet misschien ook een klein beetje gek zijn, omdat het is zwaar werk in weer en wind. En je blijft de hele dag eigenlijk met volle bepakking, als een soort militairtje in je harnas, met alle materialen die je benodigd bent die dag en je gereedschap, heen en weer draven door een mast van 50 meter. En misschien moet je wel een klein beetje gek zijn. De top van de mast bestaat uit 4 delen en op 20 april 2001 werd het laatste deel geplaatst en daarmee werd tevens het hoogste punt bereikt. Aan deze 4 delen worden later de antennes voor de digitale televisie gemonteerd. De eerste grote antenne voor Zero Base wordt momenteel opgetuigd. Een multi-pattern combined polarized gesharede antenne. Gebaseerd op de nieuwste technieken zal dit de antenne moeten worden die vanaf de nieuwe mast op de toren Hilversum de ether gaat voorzien van 50 kW ERP voor radio 1 en 200 kW ERP voor radio 538.
Nozema bouwt de antenne en Broadcast Partners wil hiermee het grootste FM-systeem in Nederland realiseren. De antennevelden wegen 90 kilo per stuk en zullen stuk voor stuk bijna 200 meter naar boven gehissen moeten worden. Nozema en Broadcast Partners werken samen in het Zero Base project. In dit project worden de FM-frequenties opnieuw verdeeld, zodat er ruimte ontstaat voor 10 commerciële netten. Het zal nog zeker een jaar duren voordat alle omroepen vanaf een nieuwe plek op de FM-band kunnen uitzenden. Het multi-pattern systeem ontstaat in de verdelers. Deze splitsen het vermogen per frequentie over de verschillende antennerichtingen, zodat de antenne meerdere diagrammen kan verzorgen. Vanaf deze verdelers gaan er 8 stuks 1/5 inch kabels naar het antenneschakelveld, waarna er 16 stuks de mast ingaan. Daar gaat het signaal via 16 verdelers en 160 kabels naar de 40 antennes. De antenne bestaat uit 10 antennelagen van 4 dubbel gepolariseerde antennes. Elk antenneveld heeft 2 horizontale en 2 verticale dipolen. Helemaal aan het eind van het project wordt alles nagelopen, beschadiging en dat soort zaken. Door het aanbod van TV Anywhere, interactiviteit en nieuwe diensten tegen een zeer concurrerende prijs, komt de markt in beweging en ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Digitenne zal een aantrekkelijke en belangrijke nieuwe speler worden op de televisiemarkt. Ooh.